Dag MedeGamerGeeks, de E3 komt eraan, Bloodborne krijgt een uitbreiding en Hellraid is geannuleerd. Dit is het GamerGeek nieuws voor vrijdag 22 mei 2015. De Electronic Entertainment Expo komt eraan. Deze beurs, beter bekend als de E3, is de grootste en belangrijkste gamingbeurs van elk jaar. Hier worden nieuwe grote titels aangekondigd, krijgen andere belangrijke games hun eerste gameplay en of trailers en zijn er talloze persconferenties waar we met z'n allen via het internet getuigen van kunnen zijn. GamerGeeks is erbij! Soort van, we gaan niet naar Los Angeles waar de beurs gehouden wordt, maar we blijven gewoon lekker in Nederland en we gaan via een livestream jou op de hoogte houden van wat er allemaal gebeurt. We gaan 3 dagen lang alle persconferenties voorbeschouwen, we commentariseren terwijl het gebeurt en daarna nog analyseren. Daarnaast gaan we nog games spelen samen met jou die betrekking hebben tot de aankondigingen op de E3. En daar houdt het niet op, want we hebben ook talloze prijzen om weg te gaan geven. Dus ben jij een gierige en nieuwsgierige gamer? Check dan vooral deze livestream. Zondag 14 juni, dan gaat dit festijn beginnen op www.twitch.tv/GamerGeeksLive. Welke prijzen we hebben en op welk tijdstip we exact gaan beginnen, dat wordt nog bekendgemaakt op www.gamergeeks.nl, dus wees erbij! De PlayStation 4 game Bloodborne krijgt een uitbreiding. Dat heeft Shuhei Yoshida, hij is de president van Sony Worldwide Studios, bevestigd via Twitter. Bloodborne is een action-adventure game met hack-and-slash-elementen die afgelopen maart werd uitgebracht op de PlayStation 4 exclusief. In deze game speel je als een hunter in de stad Yharnam die verschillende beesten tegenkomt. Die moet je slachten. En ook mensen die veranderen in beesten, die moet je ook slachten. De game heeft een gotische stijl en is fucking moeilijk, want hij is gemaakt door From Software, dezelfde studio achter de Dark Souls-serie. We hebben de game al gereviewd op GamerGeeks.nl, dus check dat vooral als je dat nog niet gedaan hebt. Shuhei Yoshida heeft in de eerder genoemde tweet gezegd dat ze bezig zijn met een expansion. En dat is een opvallende woordkeuze. Want vaak gebruiken grote bedrijven termen zoals DLC. Betekent dat we echt een groot stuk content krijgen waar we dan ook ietsjes meer voor moeten betalen? Ik hoop van wel. Ongetwijfeld wordt hier meer over bekendgemaakt bij de aankomende E3. Dus check die livestream! De game Hellraid is geannuleerd. Dat heeft de Poolse ontwikkelaar Techland bevestigd op zijn blog. Dit moest een first-person hack-and-slash-RPG game worden, waarbij melee combat centraal stond in combinatie met magische spreuken. Vorig jaar werd de game uitgebreid getoond op Gamescom met een 20 minuten lang durende gameplay demo. De plannen waren om eind 2014 een early access versie te lanceren op de PC. Later, in het eerste kwartaal van 2015, zou dan de volledige release moeten plaatsvinden op de PC, PlayStation 4 en de Xbox One. Maar ja, die early access, die bleef maar weg en niemand wist wanneer die eraan zou komen. Maar het blijkt nu dus dat de versie die getoond is nooit gaat uitkomen. De ontwikkelaar heeft gezegd op zijn blog dat ze de huidige Hellraid gewoonweg niet goed genoeg vonden om uit te brengen. De game gaat dus terug naar de tekentafel en de ontwikkelaar gaat zich volledig richten op de Dying Light franchise. De eerste grote game daarvan kwam afgelopen januari uit en is al meer dan 4,5 miljoen keer verkocht. Wat vind jij? Vind je het jammer dat Hellraid niet meer gaat verschijnen of kan het je geen flikker schelen? Laat het weten in de comments. Tot zover deze editie van het GamerGeek nieuws. Heb jij vragen, opmerkingen of nieuwstips? Laat dan een comment achter of stuur een mailtje naar redactie@gamergeeks.nl. Like deze video, abonneer op ons kanaal en vergeet niet onze website te checken www.gamergeeks.nl met aankomende week een aankondiging. Mysteries worden opgelost. Je leven gaat voor altijd veranderen. Net zoals dit kanaal. En ook een review van Grand Theft Auto 5 op de PC in 60 frames per seconde. Biatch. Tot de volgende keer voor weer een nieuwe editie van het GamerGeek News.